Bijlmermeer in 1 minuut. Deze week zette demissionair minister Schultz Verhagen haar handtekening onder het tracébesluit omlegging A9 Bad Hoeverdorp. In het besluit staat dat de Rijksweg wordt omgelegd buiten de dorpskern om. In 2005 moeten de werkzaamheden zijn afgerond. In Haarlemmermeer komen meer mogelijkheden om caravans te stallen in kassen. Overal buiten het glastuinbouwgebied van Rijzenhout mogen voortaan caravans worden gestald in bestaande kassen. Alle stallingen samen bieden onderdak voor 3700 caravans. Rijkswaterstaat heeft borden geplaatst op parkeerterrein Den Ruigenhoek langs de A4, waarop staat dat truckers maximaal 24 uur mogen kamperen. Dit is een nieuwe regeling van de overheid. Leerlingen en ouders van basisschool Vesterhaven zaten de hele week in school op de fiets. Het geld dat zij inzamelen gaat mee met docenten die de Franse Alpe d'Huez op de fiets gaan beklimmen voor KWF kankerbestrijding. Nieuws, video's en foto's voor Haarlemmermeer in 1 minuut. Redactie @meertelevisie.nl